Welkom terug. Niet alleen Rico Verhoeven vocht afgelopen zaterdag voor zijn wereldtitel, maar ook de Thai Patch Panamaroon Kiat Mukau. Hij nam het op tegen onze eigen Robin van Roosmalen. En bij winst krijgt de Patch de kampioensgordel omgehangen. En dus zaten we klaar voor een spannende strijd. Maar het werd uiteindelijk een loodzware avond voor Van Roosmalen. Here is Robin van Roosmalen. Here is Pet Panamaroon Kiat Mukau. Dit was niet Robin van Roosmalen zou zijn kennen. Nee, dit was zeker niet zoals ik normaal vecht. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik heb veel mensen laten zitten en helaas. Ik ga eerst even rustig met mijn team bespreken en dan gaan we kijken wat we gaan doen. In ieder geval, dit gewicht gaat hem niet meer worden. Het gaat de gewichtsklasse groter worden waar ik mij beter of voel, makkelijker te halen is en weer de oude Robin van Roosmalen terugkomt. Want Robin van Roosmalen was gewoon te zwaar. Hoe zit dat nou precies? Ja. Robin die moest 65 kilo wegen om zijn titel te kunnen verdedigen. Dat gewicht kon hij niet halen. Hij was 65,6. En dat werd een probleem. Hij kon het echt er niet afkrijgen. En dus reglementair is dan, als hij wint, de titel vakant. Het bleef een wereldtitelgevecht. Want ja, de uitdager die kan op dat moment nog wel die wereldtitel winnen. En dat gebeurde dus ook. Maar dat afvallen een dag van tevoren, dat heeft denk ik ook wel heel erg meegespeeld in de partij. Ja, want hij moest ongeveer 6 ons dan nog gaan afvallen. Zou hij nog 6 ons, maar hij had er natuurlijk al wat het een en ander afgehaald. Ja. Dus dat was echt, dat kon niet meer. Nee, dan ben je gewoon slap toch, Remy? Ja, dan ben je heel slap. Dan voel je ook slap. Je moet heel veel kracht opbouwen juist in die laatste paar dagen. Juist aansterken om die wedstrijd te vechten. En als je dan nog gewicht moet verliezen, dan sta je als een natte vaatdoek in de ring. En dat gevoel had ik ook bij Van Roosmalen. Kijk, want ik heb vele wedstrijden van Roosmalen gezien. Daar staat hij echt als een krachtige pitbull staat hij de andere te slopen. En nu kon je dat helemaal niet meer terugzien. Zijn counteracties waren net te laat. Dat zag er gewoon niet zelfverzekerd uit. En dat vond ik echt super jammer. Ja, want daarover gesproken, werkt dat mentaal dan ook door? Dat je weet, ik ben 6 ons te zwaar. Ja, mentaal. En het is zo belangrijk hoe het tussen je oren zit. In alle sporten wel, maar zeker ook bij ons individueel. Tuurlijk, want je voelt je eigen vermoeid. Sowieso kunnen je spieren niet zoveel zuurstof meer opnemen door het afvallen. Dat is al moeilijker, die toevoer. Dus je bent al vermoeid. Je zelfvertrouwen krijgt een knak. Ja. Je voelt je niet zo sterk, je voelt je vermoeid. De zelfverzekerheid gaat weg. Ja, dat speelt heel erg mentaal. Ja. Speelt dat heel erg. En dat was ook heel erg te zien. Nu is het zo dat zijn contract afloopt. Hij neigt ook een beetje naar het MMA. Maar gaan jullie er alles aan doen om hem te behouden? Natuurlijk. Kijk, Robin is altijd kampioen geweest in de 70 kilo categorie. En hij wilde sowieso al naar die categorie terug. Ja. En we gaan er alles aan doen om hem terug te krijgen in die divisie. En ik denk dat het ons gaat lukken.